project Groningen Boeren met Maïs is mede mogelijk gemaakt door de drie waterschappen in Brabant, Aa en Maas, de Dommel en de Brabantse Delta. En hier aan tafel zit namens die drie waterschappen René Rijken, werkzaam bij Brabantse Delta, maar hij mag namens de drie waterschappen hier eigenlijk de vraag beantwoorden van goh, waarom vinden de waterschappen het belangrijk om aan het project Groningen Boeren met Maïs mee te doen? Wat zien jullie daarvan? En ja, ik stel wat meerdere vragen eens. Wat verwachten jullie nog dat we daar de komende jaren in doen in zo'n project? Heel veel vragen in één keer. Ja. Jos gaf het net ook al aan. Hè. De maïsteelt heeft eigenlijk een hele slechte reputatie. Hè. Veel uitspoeling van stikstof en fosfaat. En alle projecten die daaraan een bijdrage kunnen leveren om dat te verminderen, dat vinden wij heel belangrijk. Maïs is ook in Brabant een hele grote teelt, dus heel veel hectares. Kun je op per hectare een klein stapje nemen, kan dat toch een groot effect hebben op de totale waterkwaliteit. Niet alleen oppervlaktewater, maar ook grondwaterkwaliteit. En dat is belangrijk om ook de teelt langdurig in de benen te kunnen houden. We zien hier zo in dit project eigenlijk, het zijn demonstratiebedrijven, bedrijven die allemaal in de gebieden zitten waar ook de maïs geteeld wordt. Daaraan kun je zien dat echt op bedrijfsniveau maatregelen worden geteeld, worden genomen op de bedrijven zelf. Die maatregelen die liggen kort bij de dagelijkse praktijk, heel belangrijk om ook iedereen... mensen die geïnteresseerd zijn, om die mee te nemen, om beslissingen te nemen hoe ze dat op hun eigen bedrijf kunnen doen. En we kunnen wetenschappelijk kunnen we iets heel goed in beeld gaan brengen, maar als dat door de praktijk niet over wordt genomen, dan heeft het weinig zin. Ik vind juist hier heel belangrijk dat die dagelijkse praktijk, dat de basis is en dat daar op wordt gestuurd door maatregelen die heel dicht bij de praktijk liggen. Nou, en dat is vooral op het gebied van bemesting. Nou, bespuitingen, enerzijds de vanggewassen doodspuiten, maar ook het spuiten van het onkruid gedurende de teelt. Ook hier zijn er hele grote oppervlaktes die bespoten worden. En we zien ook vaak in metingen middelen die vaak toegepast worden in de periode dat de maïs bespoten wordt, dat we die aantreffen in het oppervlaktewater. Als we daar maatregelen of in ieder geval voor kunnen zorgen dat dat vermindert of zelfs helemaal wordt voorkomen, ja, dan kunnen we denk ik stappen maken. Die glyfosaatdiscussie, ja, dat is een hele belangrijke natuurlijk. Die wordt heel breed gevoerd. Ieder jaar in het voorjaar staan de foto's weer in de krant. Nou, daar willen we denk ik van af en daar zou wat mij betreft de komende jaren voor het waterschap zijn dat nog wel heel belangrijke punten om juist met die verkleining van het vanggewas om daar eens nog stappen in te kunnen maken om die bespuitingen nog minder te maken. Ja, om in ieder geval te zorgen dat we zowel het grondwater schoon houden als ook het oppervlaktewater. Ja, juist. Volgens mij is dat jullie drijfveer om aan dit project mee te doen. Ja. Zorgen voor schoon water. En we hebben nog eens landbouw, dat schone water nodig om, waar Mark de Beer ook op inhaakt, onze gewassen van voldoende water te voorzien in de droge periodes. Want we telen toch die maïs op de droge zandgrond. Ja, nou, en dat is ook nog wel een belangrijke, ook om die grondwaterbeschikbaarheid ook op langere termijn volhoudbaar te houden. Dus, ja. Dat we niet beregenen door maar vanuit gaan dat grondwater altijd beschikbaar is. Want we hebben in drie droge jaren achter elkaar gezien dat de grondwaterhoeveelheid in één keer drastisch terug kan. Ja. En gelukkig met de vele regen van het afgelopen jaar ook weer een stuk aangevuld wordt. Ja, dat klopt. Ja, want ook daar zorgen wij als landbouw voor. Ja.